Voila! I think that we're close Klapke? Clap. Yeah. Da 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 boy. Haha! <laughs> Haha! the building. Oh. Mm. Yeah. Mm. Uh huh. Check mm. it out. Cipher. So I was in the street with my girl. Bijna. Jolien. Allee, normaal gezien vind je dat supergoed. Ja, normaal. Hey, oh, nee, nee. okay, check het Ah, I was walking with my girl. Oh. We went to the store for pearl. And she needed glasses. Because for that asses to check in the streets. Ja, oké. Okay, nee, dus nee, uh, is zit er niet in. Nee. nee. Maar, echt, nee, niet, nee. maar echt, normaal gezien kun je dat echt heel goed zo... ...dingen verzinnen. Dat is uh, zeer waar. Zo freestyle, maar, uh, ik ben op. bullshit. Ik ben op. Uh... Ja, dat ja. snap ik. Mijn, uh, mijn creativiteit is even op een laag pitje. Kan ik niets meer bedenken? Kan ik niks meer doen? Kan ik niks meer. Allee. Dat, gaat dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Het is, het is even. te vuil. En hoe komt dat? Ik weet het niet. Ik denk een beetje te lang gewerkt, te veel gewerkt, heel veel zitten nadenken. Dat is niet goed voor je brein. Dat dus ja. je zoveel dingen moet doen. Pas op, ik denk echt dat je. Um, dus, misschien even uitleggen voor de mensen die dat niet weten. Je hebt de voorbije... Nou, hoe lang eigenlijk? Gelijk honderd weken of zo? <laughs> dat leek, voor, uh, dat voor, weken. voor vandaag op één um, filmpjes moeten maken elke dag. Ja. En dat was echt heel lang en dat werd altijd maar verlengd. En dat is dood, doodvermoeiend. Ja. Maar ik denk echt wel dat je door dat zo lang te doen en elke dag verplicht allee, creatief te moeten zijn, dat je wel een soort van, um, dat je dat wel zo wat geleerd hebt of zo. Ja, hoe je dat kunt dat, ja, ja. doen, elke dag creatief zijn, want dat is niet vanzelfsprekend. Nee, hè? dat is waar, absoluut. Nee, ik, uh, dat, was, dat was een heel moeilijke, uh, maar leuke uh, uh, uitdaging, zeg maar, voor mij ook. Om ze on the spot per dag iets te bedenken. Normale dingen, allez, reality of niet, uh, wat je op tv ziet, dat is allemaal uitgeschreven aan mensen. <laughs> ik heb de, de bubbel doorprikt, hè, voilà. Wat? Dat, nee, dat wordt niet verzonnen, hè? Nou. Nee. Slimste mensen. <laughs> het zijn allemaal mopjes die al geschreven zijn. Hè? Die zijn al oefend, al drie weken nog een stuk. Dus al die bv's die zijn niet zo spontaan als ze allemaal altijd oh, lijken. Oh, dat lijkt zo. Wow. Radiomakers ook niet, trouwens. Radiomakers? No way, José. Die zijn ook heel goed voorbereid. Ja. Maar ik wil daar <laughs> veranderen. Dus zoals je ziet, in deze show heb ik weer uh, niets voorbereid. Je had het nog thans nee, nee. beloofd. Aan Even, mij. Ja, dat is waar. Maar voorbereiding is key, dat is waar. Dat is waar. O ook al zijn dat jokes, ik had ook graag liever bij sommige dingen ook liever goede dingen uitgeschreven. Maar helaas, da daar leer ik mezelf ook een, een beetje meer uh, um, ja, te freestylen met, met jokes. Uh, over freestyle bro. Oh, freestyle, come maar, let's go. Ah, het zit erin, het zit erin, ik voel hem. Ik zit erin, nee, nee. Ah, oké. Okay. Oh, leuk. Ah, nee. Dat nu komt, het. het gaat wel, weer over nee, frietjes nee, nee. gaan. Want het gaat altijd over frietjes. Nee, het gaat over freestyle. Over friet, dat is wel waar. Ik, eh, na twee zinnen, dan weet ik niet meer wat ik moet zeggen. dan zeg ik meestal van, en friet is lekker met Andalous en, en. verse uitjes. Verse uitjes. En zo. Um, It's true. Ja. It is. Welkom, lieve mensen. Uh, aflevering vier. Vier, hè? Volgens mij is we een aflevering vier. Ik moet eens even opzoeken. Ik denk. Denk het wel. Hoho, oh, wat een geheugen. Aflevering 4. Oh, dit is, ik voel dat dit een, 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 ja, een feesteditie is. Al de vierde. <laughs> ik had nooit verwacht dat ik het tot vier ging volhouden. Andere drie waren al full of crap. Um, is er nog crap te behandelen eigenlijk? Ah, wel, dat, dat is, is de, de vraag. vraag. Hè, ja. Is er nog crap? <laughs> um, maar het ding is: ik krijg nog altijd reacties van mensen. Dus dat is al leuk op zich dat er dus nog effectief mensen luisteren, um, dat apprecieer ik ook heel hard. Ik vind dat ook. Uh, ik apprecieer ook dat, uh, dat uh, mensen zich abonneren op YouTube, YouTube op, uh, en op, uh, op uh, alle andere podcast uh, dingen. Um, ik zit nu aan uh, 95 subs, zeg ze dat? Subscribers is dat? Op YouTube. Zo tof. 95, hè? Dat is veel, hè? Maar ik zou er graag nog vijf bij willen hebben, want dan heb ik er 100. En um, ja, vanaf 100 uh, verdien ik nog altijd geen geld. Mm. Dus daarvoor doe ik het al niet. Maar het is wel een mooi rondgetal voor mijn OCD. Dus alsjeblieft. Nog vijf man die even... Anders moet ik dat weer gaan kopen op een of andere klikvorm. En dan... Hè? Ja. Maar dat doen we niet. Dus maar bedankt alleszins, lieve mensen, om, uh, om te luisteren, te kijken, te abonneren, de 5-star ratings te geven, te commenten, te DM'en. Te, te bellen, I don't know, gewoon iedereen die, 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 die oprecht luistert. Um, en als je mij ziet en je zegt van, oh, maar ik luister te stof, te stof, ik ga je testen, hè? ik zweer het u. Ik ga je een vraag stellen, als je het niet weet, of zo wat twijfelt, of zo langer dan twee seconden, uh, you're done. Ik heb niet geluisterd, ik heb niet gekeken. Maar ik ga het nog wel doen. Dat is gelijk bij wel alles. Ja, maar ik ga het nog doen. Stuur het even op mail, ik ga wel eens kijken. Laat weten. Ah ja, het was cool, hè? Tof, tof, tof. ho, ho. Ja, 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 ja. Dat stuk met uh, dingen, hè? Ja, 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 ja. 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 Maar ik krijg veel comments ook van dat dat met jou ook leuk is, Jolien. Dus dat ik niet altijd zo negatief moet zijn in mijn titels. Ah ja, zoals, het Alweer weer met Jolien, Jolien Roets en weer met Maar ja, dus dus ik denk ik vind dat niet, niet erg. Ik vind dat tof want dat is een uur op zondag. jullie zijn mijn lieve mensen. Dat is een grap, hè? <laughs> zeg het maar. Ja, wel, en het is, het is ook allee, maar het was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling van nee, 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 Tagin nee. Talks. De bedoeling was dat ik alleen ging beginnen, maar dan ja. kwamen jullie naar ego naar boven. Dat is niet dan waar, dan... jongen. Oh. Het was, me... dan was... ik heb meedoen. Het kan dus niet meedoen zo Totaal, was het ja. zo is het zo? gegaan ja hm? denk het niet nee. nee ik was gewoon van ik ga een podcast beginnen ik uit en, gij en zo heb uh, je geen zin om mee te doen wel? nee wel, dat is niet waar met de radio kunt je dat wel dat is niet waar ik zo huh? ja en nu echt hoe het echt gegaan is jij zei ik ga mijn podcast opnemen Heb je zin om mee te doen en ik zo oh, 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 oh. ik heb toch niks anders te doen hmm. Voilà. ja allee, allee, dan als je dat wilt dat is de waarheid dat is de dan waarheid. is dat de waarheid Um. nee, ja, dat, 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 uh, wat was ik nu aan het zeggen? Ik weet het al niet meer. Wauw, aandachtspannen. Um. ik was iets aan het zeggen, hè? We gingen naar. Nee, we zijn ergens naartoe. Huh? Ah! Uh. ja, ik ben het kwijt. <laughs> ik, was, ik was iets aan het vertellen en je hebt me onderbroken. Dat is niet waar. Jawel. Ik was toch iets aan het zeggen of niet? Ik was toch iets maar aan het nee, Maar ja, we zijn al over duizend dingen bezig geweest. En we zijn nog maar zeven minuten zeven. bezig. Oh, het ging over vandaag, over hard ja. werken, over uw creativiteit die op is. Kijk, dat bedoel ik dus, hè? mijn creativiteit is op. <laughs> ik kan er zelfs niet meer opkomen. Hey, maar ik was iets aan het zeggen. Oh, en straks, als ik dit terug ga luisteren of zien, dan ga ik zo hebben. Ah ja, dat was ik aan het zeggen. Niets dus. Um... Ik was ergens naartoe aan het gaan. Je waarde ook mensen aan het bedanken dat ze luisteren ja. elke week. Dat je ja. toffe feedback krijgt. Dat het ook leuk is ah, met ja. mij. Is, ja, ja, voilà, dat was het. <laughs> dat, dat, uh, dat, ik de, dat ik niet zo negatief moest zijn over jou. En dat um, dus dat ik bij deze Jolien mijn volgende titel op YouTube ga vriendelijk zijn. Bedankt. Lieve Jolien. Goed? Ja. En ook voor de luisteraars en uh, de mensen die gereageerd hebben. Um, het is voor jullie. Het is one for you. Hm. Oké? Okay? Um, dus ja, hoe, hoe, hoe is het? Goed, Goed Hoe was ja. je week? Leuk Leuk, ja Chill Beter dan vorige week alleszins Vorige ja. week was stom Vorige week was stom, dat was een mm. kutweek week Deze week is, was leuk, ja Het is ook zonnig, hè Ja, dat weer, dat doet wel iets, hè Dat, is, uh, dat doet veel ja. Dus we kunnen allemaal lekker buiten gaan Lekker ah, op het gaan chillen, <laughs> terrasjes doen, barbecue En... Mm. Uh, nee Gaat allemaal niet Nee, maar het was, het was een fijne week. Ik ben uh, naar de radio geweest. Uh, en dat was leuk, s'avonds. Ik heb mm. me geamuseerd. Zeker gisteren. Had een fun. Het was echt wijs. Ja. ja, het was echt vijf. CFR zaterdag en VDR zaterdag. Had een fun. Ja. Elke zaterdag, hè, van 7 tot 9 op Q-Music. Alleen maar zo schuurschijfjes, hè, zo ja. muziek, echt ja gewoon. De en max. ik heb gezien dat er een motherfucker gereageerd had. Ja, ja grappig hè. Maar dus dus ja ik, uiteraard ben ik zelf een ontzettend grote fan van de muziek die ik draai. Tijdens hot fun, ja. want dat is waarom ik het doe natuurlijk. Um, dus ik draai alleen maar toffe muziek, muziek die ik zelf super leuk vind. Dus dan staat je in de studio en dan ja, alleen we kunnen nu ook niet uitgaan of zo. Hè? Of nee. gaan draaien of die uitlaatklep hebben we niet. Dus wat doe ik? Ja, als ik een liedje hoor dat ik graag hoor, dan dans ik. Dat is het gewoon in mijn laag. Dat, dat is waar. En dan sta ik te dansen in de studio en dan is daar niemand, behalve de bewaker die af en toe een keer komt zwaaien aan het raam of die een keer lacht omdat ik weer een nozel aan het doen hmm. ben. En dan denk ik af. Oh, ik heb veel plezier en de meeste mensen die sturen dan berichtje van oh ze is weer aan het gaan ze is weer aan het dansen ze oh, is echt uh, zalig we zijn hier ook aan het dansen samen bij u en gisteren was er één iemand die, um, die een bericht stuurde um, via de Q-app van uh, amai, was dat kind daar debil aan het dansen er staat wel camera zei what the fuck en hmm. dan denk ik ten eerste Dankjewel dat je mijn kind noemt. Makes me feel so young. Echt. want uh -huh. ik dacht, wauw, oké. Okay. Je kunt daar zo positief op reageren altijd. Hè. Ik heb je reactie ook gezien. <laughs> en dan, ja, dan heb ik teruggestuurd van. Maar, ja, ik kan daar positief op reageren, maar het is niet dat ik dat. Ik vind dat niet leuk of zo. Nee, dat is niet tof. Nee. <laughs> dat iemand dat stuurt, dan denk ik, ja, dat is. Ik doe dat niet om. Dat is geen. Ja, dat is wel een beetje een showken natuurlijk. Maar ik, het is niet dat ik dat doe omdat er iemand aan het kijken is. Ik doe dat nee, ik omdat ja. dat sterker is dan mezelf. Ik dans, ik zing mee, ik vind de muziek yes. leuk. Dus ik denk: oh ja, oké, okay, nog een keer een feestje in de studio. Ik amuseer mij, ik ben, ik ben gepassioneerd door wat ik doe. En dan staat het daar niet bij stil dat er mm. sommige mensen een zodanig zielig leven leiden dat ze een hele tijd naar hun tv-scherms uh, zitten te staren om dan een bericht te sturen van. Oh my, dat kind, zo diepeel dansen. Er staan wel raar. camera's, hè. Zo ja, Er zijn camera's. Ik ben mij daarvan bewust, maar ook niet op elk moment. Dus ik doe gewoon wat er in mij opkomt. En dat is omdat ik plezier nee, maak. Is... Kijk, dan mag je die blok die aan haar neus aan het peuteren was. Dat is een videocall. <laughs> ja, je gaat dat niet door als er uh, Nee, ja. Zeker Allee. bij jullie in de studio, dat staan er allemaal die camera's in een hoek. Het is niet dat er zo'n mega lens voor hun neus staat. Nee. Eén. En twee, motherfucker. Als ik het gezien had... Oei, <laughs> Moest oh, ik zou niet zo... moest ik radiopresentator zijn? Ik zou ja, heel anders gereageerd hebben. En waarschijnlijk zou de dag nadien de radiobaas mij gebeld hebben van uh, Hakim, uh, ja, kunnen even naar mijn bureau komen. <laughs> ik zou er heel anders op gereageerd hebben. Jawel, nee, ik zou positief, maar ik zou wel misschien passief-agressief. Mm -hmm. Ja, maar Als mijn berichtje terug was ook wel een klein beetje ja, passief-agressief. maar ik zou meer naar die agressief gaan. Ik zou ja. passief-agressief-agressief -agressief zijn. Ja. Is het passief-agressief? Ik ben passief-agressief. -agressief. Ik zou beginnen met. Uh, dat is het. En dan. Uh, en dan. Uh, yo, motherfucker. Listen, listen. Jij, jij komt hier. Ja. Jij komt hier. Ja. En jij komt hier, jij komt hier, zult je hier. met mij praten? Exact daar. Luister. Jij komt hier. Maar weet wat het is, hè? Dus ik. Allee, dus ik. Ik stel me dan voor die mensen naar zijn TV te kijken. Mm -hmm. Die zien mij daar onnozel staan doen in die studio op die muziek. Die is misschien een beetje slechtgezind, want weet ik veel. Hij heeft net ruzie gemaakt met zijn vrouw. Of hij heeft twee verschrikkelijk irritante kinderen waar hij al wekenlang mee zit opgesloten. En dan denk ik: die mens mag perfect. Die heeft alle recht om op dat moment te denken Vierlijk. of te zeggen tegen zijn vrouw: Jezus, je ziet dat kind daar dat staan belachelijk. Standaard, standaard antwoord bij alles is toch: zap dan weg. Of ja, of weg. zeg dat tegen of. uw vrouw, of, zit ja. samen een beetje te haten of zo. Ja. Maar de, de reflex. Dat mensen in het dan, algemeen hebben? Ja, ja, zeker sinds de komst van social media en dan ja. zo de Q-app is, is het super bereikbaar. Maar ik heb nog nooit in, op één moment in mijn leven de behoefte gehad om op Twitter of op Instagram of op iemand neer te halen. Allee, ik bedoel. Ja. En, en dat, die reflex snap ik niet zo heel vaak. En dan, dat mensen zeggen dan van... Ja, maar ja als je een beetje bekend bent of je komt op de radio, dan moet je daar moet je allemaal tegen, tegen kunnen. kunnen. Ja, dat is en, die, die want je kiest was. daar zelf voor. En dan denk ik... Nee, ik kies, ik kies daar niet zelf voor om, om shit over mij te krijgen. Dat is niet waarvoor ik kies. Ik kies om een job te doen die... die ja... Waar, waar, dat mens, waar je veel mensen mee bereikt, daar heb ik voor gekozen, voor die job, omdat dat iets is dat mijn passie is. Wat ik ja, graag het is gewoon doe. Leuk, het leuk wat je doet, en ik, ik vind het ook leuk om tv te maken en een DJ te zijn, en weet ik van allemaal, maar dat is niet voor de eerste plaats dat is niet voor mij voor, voor aandacht te trekken. Dat nee, nee maak, ah, wel, dat is Veel mensen denken ja, dat wel. Toevallig maak ik, alle, probeer ik grappige ja. filmpjes te maken en, zo, en mensen te entertainen, maar ik probeer mensen te entertainen en niet. Om aandacht te trekken. Nee, maar ja, ik denk dat veel mensen en een dat beetje is, door dat elkaar. Is een heel, halen. Ja, dat is een dunne lijn. Um, maar je hebt, je hebt langs twee kanten. Je hebt mensen die u haten, en mensen die u haten omdat ze jaloers zijn. Dat jij doet wat zij misschien willen doen. Mm -hmm. de... Maar ja, ik, ik zeg het: die, die mens die mag echt. Ik, het draait mij niet om het feit dat hij mij niet leuk vindt, want hij, mag, hij heeft absoluut een goed recht om mij niet leuk te vinden. Mm. Want. Ja, misschien vindt hij dat irritant dat ik daar sta te dansen en, en dat vindt hij wat, dat wat aanstellerig. Die mag dat absoluut vinden en daar is helemaal niks mis mee. Maar de reflex om dat dan te sturen: van jij, die beeldkind, hoe sta jij daar nu te dansen? Er zijn wel camera's, jezus. Dan denk ik: maar houd dat toch gewoon voor uzelf? Ergert u een beetje? Als wij naar tv zitten te kijken, dan ergeren wij ons ook soms aan bepaalde personen in bepaalde programma's. Maar dat wordt toch nooit iets. In ons opkomen om te zeggen van nu ga ik die een keer op twitter keert zitten te bashen ja, daarom ben ja. ik ook van twitter weg trouwens hè. omdat dat, dat is veel te hard humor op de kap van iemand anders of bashen op iemand anders en daarom heb ik op een bepaald moment gezegd van ik hoef dit niet ik hoef dit niet nee ik wil nee dat heb gelijk maar dat is het social media in het algemeen comments en dingen ja het, maar Moest maar je hebt met, positieve ja, en negatieve ja, social media. En ja. Twitter is zo'n beetje de zuurpruimen. Of dat, is, dat zo, de HLM-comment. Dit is de hlm media. comments on direct. <laughs> hè. Um, maar Los dus van dan, het Op DM krijg ik ook altijd van die hatingen. Of, of mensen die gewoon random uit het niets sturen. Ik negeer dat nu gewoon. En, uh, maar dat was, ik blokkeer ze. Ja, ik, ja, ik ook. Hè, op maar zo, in Instagram. Hè? Dan ja. denk ik, oh ja, maar als je ja. mij niet graag hebt, dan moet je mij ja. niet volgen. Dus er, va, was, blok. er was één account die ik altijd zo verwijderde. En die bleef maar reageren. Maar ik volgde die niet. Die bleef zo maar dingen reageren. Maar constant echt haten, 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 vol bak. Maar ik, ik had ook niet de zin, een goed zin, om zo te exposen aan die zever. Ik had gewoon gereageerd: wat is er een probleem? Mm -hmm. <laughs> en dan had hij niet meer geantwoord. En dan had hij op andere stories weer wel. En dan had ik die gewoon geblokkeerd. Dan had ik zoiets van nou ik. Ja. Het is genoeg, het is goed. Ja, want, want ik. Mirror, ik zou wel de bed hebben om het te lezen, zeker als ik iets gedaan heb, als je op tv of weet ik waar, reacties, recensies, ik wil dat wel weten. Mm -hmm. Maar je hebt recensies en je hebt mensen allez, je hebt afbreken om af te breken en je gaat af te breken voilà. om je te doen, beter worden. Beter worden. Mm -hmm. Dat is een verschil. Een heel groot verschil. Heel groot verschil in mensen. Ja. Dus, uh, ja, en ik zeg het, mensen mogen bijvoorbeeld vinden dat uw filmpjes die je voor vandaag hebt gemaakt, die mogen dat niet goed vinden. Nee, maar mogen ik, heb mensen, ik heb mensen die zeggen van ik heb er zijn mensen die gezegd hebben van oh ik vond dat kei slecht. En dan denk ik ah, komt er nog iets? Gaat er nog iets erbij zeggen? Of is het gewoon ik vind keihard slecht? Ja, oké. Okay. Okay. hoe zou jij ja. het dan doen, dacht ik dan? Ja. Ik heb dan ook eens gezegd van, ah ja, wat vind je dan slecht? Precies. En als ik zo begin door te vragen, dan blokkeer je ze op een bepaald punt. Omdat en ze... meestal is het dan op een bepaald moment. Nee, nee, maar ik vond het ja, maar, eigenlijk wel goed, nee, nee, hè? Nee, eigenlijk, ja, eigenlijk was het wel goed, hè? <laughs> maar het was gewoon. Rr, rr, en dan denk ik, ah. van, ja, maar ja, wat, wat, zei, wat wil je nu eigenlijk zeggen? Ja. Eh? Are you jealous, motherfucker? Eh? Jij! Hey. Jij komt hier. Jij, ja? Jij komt hier. <laughs> nee, maar en, uh, en de tweede mensen die zeggen van, uh, bijvoorbeeld, ik heb ook iemand gehad die zei, um, in, het begin van, uh, in het begin van het seizoen ja ik vond dat niet zo goed of vond dat niet grappig dit en dat. En, uh, uh, en die zei ook waarom of ja misschien kunnen we dat beter zo doen of misschien moet we dat op die piste en lalala echt zo opbouwen en ik zo ah, dat, ik wist ik, van mezelf wist ik ook van ah, ja ik vond dit inderdaad van mezelf ook niet goed en ik was aan het opbouwen en we zijn alleen nog wat zoeken voor mij ook van die flow en zo en het is ook ik schrijf humor voor voor ja wat is dat kijk publiek 40ers, 50ers. Ja, nee, maar dat is niet waar. Dat is, maar dat is anders. Hè. Dat is wat... Humor is subjectief. Ja, maar ja, is je kunt anders. niet voor iedereen grappig zijn. Ik kan niet, als ik de edgy ben, dan ben ik de edgy. En, en dan, te, dan gaan er ook veel commentaren komen. Voilà. Ja. Dus, dus dat, is, dat, was, dat is heel hard zoeken. En diezelfde persoon heeft op het einde dan weer van het seizoen gezegd: van, ah ja, maar dat was al veel beter. Dus ja, dat zijn mensen die je echt wil helpen. En van die kun je. Hetzelfde dan met die podcast heb ik bericht gekregen van mensen die gewoon zeggen van, ja, ik vind niks. Dan heb ik gezegd, oké. Okay, ja, maar dan hoef je, dan, je niet meer te te dan hoef je niet meer te luisteren. Ja, voilà. voilà. En, uh, maar zowel week twee nog eens, ja, nog altijd even slecht. Ja. Oké, okay, ja. ja. Sorry ja, dat zo, ik niet ja. voor u. Uh, het is ook niet. Wij, ja, ja, ah, dit, doen je, we, dit doen we wel voor onszelf. toch? toch? ja. Dit ik. is puur bezigheidstherapie. Ja, <laughs> bezigheidstherapie. En op lange termijn wil ik echt mensen uitnodigen. Ik heb microfoons klaar liggen. Met u erbij, met nog mensen erbij, vrienden en zo. Als dat allemaal mag, eens dat dat mag, dan is dat één big family. En dan gaat die podcast ook beter worden. Maar dit is trial and error, hè. Dit groeit, hè. Dit is gewoon aan het groeien, hè. Ja, maar het heeft ook, we, we willen ook niet relevant zijn of nee, zo. Nee, niet relevant. <laughs> we zijn maar ja, gewoon onszelf ik ga niet, aan het aan maar ik amuseren, ga wel, toch? Ja, ja we zijn ons aan maar ik, ik zou het wel plezant vinden moesten er mensen luisteren ook. Hè. Het is niet, allez, ik ben dat nu aan, aan het maken, maar ik wil dat niet elke week voor één luisteraar maken, snap je? Ik wil natuurlijk ook wel een, een luisterbasis creëren mm -hmm. voor mensen die ook oprecht tof vinden. En dan... Dat mij dan ook weer motiveert om te blijven doen, snap je? Ja, maar ja, bon. Als dus... ik na, na een half jaar nog altijd maar twee mensen heb die luisteren, of maar drie fans die echt zeggen van, ach, ga kijken elke week, ja, dan begin nee. ik ook zo wel zelf af te bouwen. En dan denk ik van, ja, wat ben ik hier elke keer aan het doen? Ja. Ik ben niet goed bezig. Maar nu heb ik dat gevoel niet, Allee, ik ben nu gewoon bezig voor mezelf en voor u en voor ons. We zijn bezig, het is corona, we moeten binnen blijven. We doen ons ding. Uh, en we zien wel wat er daar komt, dat is het vooral. Ik heb geen lange termijn plan dat ik zeg van... Ja, in 2022 wil ik uh, hier een professioneel tv-studio hebben en uh, wil ik uh, op tv... Uh, Allee, snapte? Beter om geen plan te hebben, denk ik. Nee, ik sector. zie wel wat dat, dat groeit, ja. Ik zie wel wat dat, dat komt, wat dat, dat groeit. Uh, je kunt trouwens, als je wilt, uh, voor 500 euro uh, doe ik reclame voor jou hier live op de podcast voor mijn 95 subs. En uh, deze week uh, is dat cool blue. Coolblue, wil jij producten kopen bij Coolblue? Wel, dan heb ik voor jou een kortingscode. Ik vul in de, oh, bij de afrekening Hakim Fixta voor jou en je krijgt uh, 20% bij Coolblue. Coolblue is. Ja. Ben je ook zo moe? Dat is mijn tweede spot. Um, dan is. Um, ben je, heb, je het, heb je ook koude voeten? Ja. Ga dan voor. Tegels, Natuursteen, Parket. In Permo, Zij verzorgen jouw tegels, natuursteen of parket. Vul nu de code in bij het check-out met, met, met mijn voeten en krijg 20% korting. Voilà. Dus als jij ook reclames wilt, uh, info at of .com. Eén van de twee. Of die, of die hem. Nee, maar... Um, nee, nee, ja, we zijn gewoon... Ik zeg het, we zijn ons ding aan het doen ik vind dat tof. Dus... Bottom line, bottom line, haters gonna hate. Het is zo, en dat mag, dat is oké. Okay. Crocodiles gonna croccolate. Maar Potatoes Maar vallen val ons niet meer lastig. Elevators gonna elevate. Want wij vallen eigenlijk ook niemand last. Renegades gonna renegade. Ja, ik ga gewoon zwijgen. <laughs> Het is uw podcast, hè? Trek uw plan. <laughs> um. Hallo. Um. Hallo? Ik val stil. Nee, Jolien, sorry, wat wil je zeggen? Nee, niks. Ah, oké. Okay. Dat was bottom line, is hey, gonna hate. Dat is ons ding. Ja. En dat mag, en dat is ook. Okay. Dat mag, absoluut. Je mag ons niet leuk vinden. Dat mag. Maar zeg dat, dat dan niet. tegen uw vrouw. Als je al een vrouw hebt, natuurlijk. Want in het geval van die luisteraar Ja, of tegen je jezelf. Struf. Ik praat zo veel tegen mezelf. Ja. Ik zeg altijd in mijn hoofd dingen maar van... Oh maar, my god, die is zo irritant. Oh my god, dat is zo verschrikkelijk. Oh my god. Hey, alles goed? Ja, ja, ja. Oh, ik kan niet komen. Nee, 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 nee. Ja, wat? wat hè? Ah, daarna nog. Ja, ik zie wel. Ik laat nog wel iets weten. Goed. Ik zal nog een berichtje sturen. Ja. Jo. Zo? Is dat mm -hmm. toch? Als je mensen ziet. Ja, 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 het echt. ja. Klopt. Die je niet moet. Of die je wel moet. Heb... Hey, alles goed. Meestal blijft het daar goed bij. Hey, alles goed. Hey, ja, zowel. Ja. ja. ja, ja. Met u, ja, als ik, ik, ben, ik, ben, Allee, dag. ik ben op dat Ik ben een heel gevoelige jongen. Hè. Lieve mensen, ik ben een heel gevoelige jongen. Ik, ik, denk, ik ben een rap paranoia. Ik denk heel rap dat mensen over mij slecht praten of, of mij haten of vind ik van wat. Dus ik heb heel rap, heel snel zo... Soms, ik heb mensen die ik niet moet. Ik zeg zoiets heb van, een douchebag en ik kan heel goed mensen lezen. vind ik van mezelf. En tot nu toe heb ik mijn eigen niet daarin niet teleurgesteld, omdat dat meestal wel altijd waar was als het zo achteraf uitkomt. aan de long term. Dat ik zoiets heb van, ik weet wat je wilt. Jij zit hier gewoon om op mijn kap even te groeien, of vind ik van wat. Of op andere manieren, maakt niet uit. Maar ik kan dan wel vrij snel zien. Maar ik zie ook mensen die, die ik oprecht graag heb, die mij niet graag hebben, en dat ik dat dan ineens door heb. Dat moment is echt kut. <laughs> dat je dan gaan ze zo, kijk even, hé, ça va? En dan zo straal voorbij lopen, en dus zo, hé, hey, hey. En dan denken ze van, ah. Oh, oké. Okay. Oh het, ja. Is het, is het zo? En dan begint dat te veranderen naar. Jij! Jij komt hier. Oké. Okay. Jij komt hier. Oké. Okay. Oké, okay, motherfucker! Hokke. Okay. You wanna go that way? Hokke! Okay. <laughs> zo? Mm Hokke! -hmm. Okay. Nou word je boos. <laughs> Come on! <laughs> dan ben ik zo in een auto bezig. Come on! je kop? Hokke! Ik denk, denk nu wel echt dat er best weinig mensen zijn die u niet zo heel graag hebben. Hoor. Ik weet dat nu, dat maakt me ook niet uit. Soms, ik zit met periodes. Met periodes ik, trek ik me dat heel hard aan. En mijn andere periode ik, je m'n fou. Dat is het enige van ze ken. Je m'en foe. En, fout. en uh, I don't give up. Hey, Rat says. En get out of my life. En body, body positivity. <laughs> body positivity is life. Dus. Goed. Goed. Tot zover al onze haat. Maar ja, dat is, ja. Dat is gewoon... Ja. Ja, dat is gewoon een rare gegeven. Ja, dat is Dat gewoon... mensen reageren op, uh, ja. op dingen, omdat ze... Want dan zeggen ze, ja, maar dat is vrije meningsuiting. Ja, oké. Okay, maar... maar nobody cares. Nobody cares. Want je, je bouwt er niets mee. Allee. Ik heb liever feedback van mensen die zeggen van... Ik vind het slecht, dus ik zou het zo doen om het beter te krijgen. Dan mensen die gewoon zeggen, ik vind het slecht. Of het is niets voor mij. Hè. Of het is niets voor mij, ja. Voila, het, ik vind het niet zo grappig, nee. bijvoorbeeld. Oké, okay, ça is goed. Ja, voila. Ja. Iedereen heeft naar Tiger King gekeken. En ik heb voorlopig zoiets van... Nee, nu even niet. Ik heb nee. nog andere series die ik wil zien eerst. Maar het is nu ook niet dat jij stuurt naar Joe Exotic. Ik vond uw reality-serie ja. echt bagger. Voilà. Het is niet dat ik, ik stuur naar de makers <laughs> van Game of Thrones dat ik mailt. heb: Dear makers of Game of Thrones, this was the baddest serie I ever saw. En niet baddest in a positive way, but in a negativity way. Mm. Eh? En dat zij dan antwoorden: Oké. Okay, your English is sucks. Thank you, Hakim, for your feedback. Nee, dan. dan uh, Game of Thrones mailt dan terug. Jai! Ja, ik kom hier. Je moet echt nieuwe geluidjes pakken. Hè. Ja, ik heb een nieuwtje. Het is een nieuwtje. Dames en heren, hier komt ie. Weten wat ze moeten doen met al die negativiteit? Weten wat ze moeten doen? Don't ask me, ask China that question, oké? Okay? <laughs> oké. Okay. Okay. Mm -hmm. Wijze woorden van de heer Trump. Don't ask me, ask China that question, oké? Okay? Vraag, vraag het aan China. Vraag het aan China. Dat is echt wisdom. Als ik, ik genoeg rug had, dan had ik die zin getatoeëerd. op mijn uh, trump stamp. Op je Trump stamp? Op mijn Trump stamp. Oh, dat was slecht. Um, ja, nee. ja. Uh, my, ik zie zojuist, mijn haar is zo mooi. Uh. Ja, Je hebt er een elastiek in gedaan. Ja. Maar goed nieuws. Dames en heren. Dames en heren, want? Dames en heren jongens en meisjes. Ja, zeg het maar, Jolien. De kappers mogen terughopen vanaf morgen. En... Hakim heeft al een afspraak. <lacht> morgen. <lacht> ah. yep. Ik heb letterlijk mijn kapper gemaild. Van, Dag 1, Bam. Jo, um, geef mij... Uh... <laughs> echt. Ik, had geef altijd, mij ik, ik heb die op... Uh, Facebook heeft zo'n Facebookpagina uh, met zijn kapsalon, En uh, ik had er alles op gereageerd van... Mijn haar is zoveel, zo hard aan het groeien. Ik heb echt vier kappers nodig, ASAP. En dan had ik hem nog eens gemaild, van de dag dat die kappers overgingen, want ze, ze werken dan, Als ze zijn veranderd van boekingssysteem, maakt niet uit. Ik had die dan gemaild van: uh, Ik heb echt kappers nodig, twee minstens. En die heeft me dan direct gebeld. Allee, twee kappers. Ja, elk langs de ene kant. Ik dus zei: Ja, please, echt, I need it. Dus nu maandag, bam, alles eraf. Nee nee, nee, nee. nee. Maar, trucje, dames en heren. Dus degene die. Dit is niet voor de luisteraars, maar voor de webcam mensen. Kijk, als ik mijn hoofdtelefoon afzet. Want nu denk je van. Oh, zijn haar is zo naar achter gekamd door de hoofdtelefoon. Maar, maar. Ah! Oh my god! <laughs> zo leuk! Elk nog nog. Ja, het is zo wat voetballers. Het ziet zie eruit alsof ik. Uh... Ja, een voetballer ben. Uh -huh. En die net een match heeft gescoord en dan aan de persmuur staat. Ja, uh, ik denk uh, als we uh, ja, sneller moesten spelen, dat we dan uh, beter uh, konden... Wat denk je? Ja, ja, Het is uh, een beetje warm hier. Konden... <laughs> Het is een klein beetje warm hier, hè. <laughs> hey clean. Clean. <laughs> oh. Is Snik heet? Snik heet. Snik heet? Ja, Snik, hè. <laughs> Beste filmpje van de zomer, echt waar. Mensen, zoek die op. Ik zal die in de, in de description zetten. Oh, dat was zo goed. Wordt ook heel vaak geïmiteerd te huizen, Shatar. Bij ons, ja. Als het warm is. is het is een klein beetje warm hier, hè? Bij ons staat de verwarming thuis ook op uh, 100 graden. Het uh, is dus me al opgevallen dat uh, bij de Flamans, uh, de modale Vlaming, dat de verwarming gemiddeld 18. 19. 21. 21? Ja. Oké, okay, bij ons is het 27. Letterlijk. <laughs> in de winter, ik ben koukleum, niet normaal. Ik haat koud, ik haat koud. Echt, en ik heb het altijd koud, hè? mijn handen, voeten. Dus als jullie nu weg is gaan werken of zo, dan zet ik de verwarming op 30 en dan komt zij thuis en dan hebben we discussies over de verwarming. Ben ik altijd kwaad omdat de kamer ijskoud is, ijskoud. En dat is gezond en bla bla bla. Ja. Ik weet dat, het is zo. Ik mag dus de kamer niet verluchten. Hè. Ik mag de ramen niet openzetten, want als die dan s'avonds nog openstaan en we moeten dan gaan slapen <laughs> ja. en onder onze warme dons might ja. I add kruipen, dan is het echt, dan is het hek van de dam. Ja, maar ja. ja. Maar dat is toch belangrijk? Je wilt toch frisse lucht? Je wilt toch. Allee. Jij zou die ramen nooit openzetten. Yep. En ik doe dat dus wel altijd, omdat dat gezonder is voor die frisse lucht. Ik keer even in de kamer. Maar als ik dan vergeet om die ramen overdag in de loop van de dag toe te doen en die s'avonds staan die nog open, dan is het ruzie. Ja, inderdaad. Dan ben jij boos. Ja. Ik, ja, ik haat koude. Ik haat. Maar ik moet, toegeven, ik moet toegeven, als die verwarming hoog stond en ik ga in de kamer slapen, dan word ik s'nachts wakker van zweet. Mm -hmm. Maar toch wil ik het warm. Dan heb ik liever dat dan... Uh, Iedereen wil deze zomer naar buiten gaan toch? Iedereen wil toch lekker zweten in uw ice crack. Absoluut. Allee, niet iedereen maar ik wel. Oh, ja. ik ben ik hou van warmte. Je hebt je hebt zomermensen dag. en je hebt mensen die alles seizoenen zijn. Ik ben alles seizoenen. Um, maar wie zijn die mensen? Ja, dat zijn, ik weet niet, die met een kakbroek of zo waarschijnlijk. Ik ben alles seizoenen. <laughs> Dat zijn mensen die dat ooit tegen mij zeggen. Want, ah, ik ben alle seizoenen: winter, zomer, lente, herfst. Ja, dat is alles, alles is mooi. Mm -hmm. Alles is mooi. Okay. Um, en ik ben een absolute zomermens. Mm -hmm. Ik heb liever te warm, dat ik liever klaar omdat het te warm is. Want Dus niet dat ik niet ga klagen. Hè, klaar als te warm. Liever klaar dat het te warm dan klaar dat het te koud is. Kouden kunnen niks doen. Je kunt niet gaan fietsen, je kunt niet gaan, gaan rijden. Je kunt niet, gaan, iedereen wandelt zo. Uh, uh, alsof ze uh, een looprekje nodig hebben omdat ze niet willen uitgeleiden. Oh. Maar we zijn er voorbij, hè. Het is die fase. Het is gedaan. Hè? Allee, de winter. Maar um, nee, heeft even mij de zomer. Ik kijk er al heel hard naar uit. Al zin. I don't know what the hell I'm gonna do. Jawel, ik weet het wel. Ik ga de tuin aanpakken. Kijk, grown-up. Grown-up live man. En uh, DJ streams opstellen. Wat gaat je doen in de tuin? Ik ga onkruid opruimen. Terras een beetje koosje. Dat heb ik al gedaan, terwijl als gekust. Maar nog eens, goed, deze keer. Oh. Um. <laughs> en um. chillen, ja, ik ga met mijn muziek uh, bezig zijn. Ik ga mijn muziek een beetje uitsorteren, wat live opstellen. Ik heb nog zo de vraag: gegeven, wanneer jij nou eens live? Ik weet het, people, maar ik, ik, heb, uh, of ik had geen tijd. Nu heb ik wel wat meer tijd, maar ik ga nu eerst mijn to-do-lijstje afwerken en dan ga ik nog eens een stream. Ah, ik ben een stream aan het voorbereiden met, uh, met Arabic music. Dus only Arab music. Dus lekker een uh, beetje Arab dansen. Dus als je fan bent van Arab muziek, volg mij op de pagina's en uh, stay up to date. En dan uh, komt er uh, heel veel dat en heel veel autotune. En synthesizers. Wanneer ga jij nog eens een livestream doen? Eigenlijk? Dat is ook lang geleden hè, bij jou. Uh, van vorige week zaterdag. Ah ja, dat is juist waar. Vorige zaterdag al gedaan. <laughs> en ze hadden mij gevraagd om vrijdagavond, dus voorbij twee dagen geleden, um, om ook een livestream te doen dan. Maar ik was op de radio. Dus ah, dat ja. ging niet. Oké. Okay. Maar dus binnenkort zal dan er nog wel eens van komen. Maar... Op het gemakken, hè. No stress, no pressure. Iedereen is, iedereen is ook live. Het is te veel mensen zijn tegelijk live aan het gaan. Ik ga eens een evenement organiseren en een beetje coördineren. Zoveel plannen. Zoveel plannen, worden, maar bezig. uiteindelijk gaat er niks van komen. Stoer doen er rijen, allemaal. Mm -hmm. Maar uh, praatjes. Maar ze zeggen altijd. Praatjes vullen, vullen Geen praatjes. Ja, ja, ja. Praatjes. Dat zijn de. In mij geval nu wel, want dat is mijn job. <laughs> dat is wel Dat is, waar. Dat is wel waar. Ja. Ja. Dus bij u een ander spreekwoord. Wat zeggen ze altijd in uw streek? eh um, uh, zo'n praten... Wat? Ik weet het niet. <laughs> uh, mensen. Uh, dat zeggen wel altijd ah, ja. in onze streek. Uh, dat is vriet. Eh uh, mens. Uh, uh, mijn oma man's. zei dat altijd. Eh uh, mens. Eh Ik ben niet, ik ben spreekwoord, ik ben nog niet altijd mee. Meestal volg ik... Het is ook niet echt een spreekwoord, nee? Ah ja, oké. Okay. Een spreekwoord is zoals spijkers, spijkers op, op laag, laag, water laag water zoeken. Laag zoeken. <laughs> of de kat uit de boom kijken. Ah ja. Dat zijn spreekwoorden. Euw mens is gewoon Ah, een lokers. ik weet een. Ja, dat is even nog koffiedik uh, kijken. Volgens mij is dat een uitdrukking. Ah. Maar ik ben niet 100% zeker. Correct me if I'm wrong. Oké, okay, ik kan ze opzoeken. Hè, spreekwoorden. Spreekwoorden zijn zo... Ja. Spreekwoorden. Willekeurige nu wil ik er gesprek worden. Ik ga akkoord, privacy. Die haring braat niet. Weet je wat dat wil zeggen? Nee. Dat meestal geniepige plannetje schijnt niet te lukken. Een oog in het zeil houden. Oh ja, dat is gewoon. Dat is Uitkijken. Uitkijk, in de gaten houden. De gaten ja, houden. Ja. Iemand op sleeptouw nemen. Bijvoorbeeld. Naar clubs was ontnuff voor een hele avond. Omdat iemand het alleen niet lukt, diegene helpen iemand steeds ah. maar dingen beloven zonder die na te komen. Zij, op wat voor een website zit jij? Ja, is... woorden.org. Oh, ja. <laughs> Dat is een legit website. .org. Ja? Who cares about.org? Je moet um, het groene boekje. Ah, ja. ja. Woordenlijst. Ik heb alleen maar trauma's van het groene boekje van uh, middelbaar. Waarom? Is toch tof? Ja, ja mijn, mijn essays waren allemaal vol fouten. O-U. A-U. A -e i o u um, Nee, ik was heel slecht. Nederlands, niet goed. Ik moet toegeven, ik ben nog altijd een beetje... Weet je, ik ga het op tafel gooien. Ik ga het zeggen. Ik ga het op tafel gooien, maar lach me niet uit. Oké. Okay? Oké. Okay. Dus... Soms schrijf ik zinnen in mails. En als ik twijfel over het woord, een dt-fout of zo, of het woord al in zich, in, in die specifieke zin, en er is niemand in mijn buurt waarvan ik weet van, ah, ik kan aan hem of haar vragen om, of dat, uh, checken of dat juist is, dan zoek ik een andere zin om dat woord te negeren. Dus. Ja. Dat, dat is toch niet erg? Ah, oké. Okay. Ik dacht dat ik nu domme jongen was. Nee, je denkt heel vaak dat je een domme jongen bent, maar dat heeft daar niks mee te maken. Dat is... Jawel, je maar... kunt niet alles kunnen. Nee, dat is waar. Wat we wel kunnen doen... Don't ask me, ask China that question, okay? ...kunnen altijd aan China vragen. Mm -hmm. Hello, China. Word is with DT or just D? Ondanks... Denk uh, gisteren of zo, heb ik nog een filmpje gezien van iemand die zei als je twijfelt of het D of DT moet ja, maar... zijn of niet, Kijk, hè, ik maar... verander het woord... Daar. Door... Vervang het woord door smurfen. Voilà. Smurfen. Daar zijn ze weer mee aan smurfen. Dat <totstuken> gaat toch niet? Maar jawel. Ik gesmurft. Nee. Ik word... <grijg> nee, nee, het gaat over dt of gewoon d -t. D -t, hè? Ja, Bijvoorbeeld. maar ja, dat, nee, dat is... Dat is dat, ik ik vond dat... Smurft is altijd mijn t. Ja, maar... Ja, maar ja. Dat is, ik kan dat niet uitgelegd krijgen. Like nee, je bent niet stom. <totstuken> Je mocht ook niet vergeten dat Nederlands ook niet echt... Uw, dat is niet letterlijk je moedertaal. Niet goed. Uw moedertaal is Moeder, niet Nederlands. Moedertaal he. Nederlands, niet goed, hè? Nee, nee, nee. Uw Nederlands is perfect, schat. Is perfect, Maar het ja. is niet uw moedertaal. Dus ik kan mij behelpen in het Nederlands. Geef een beetje credit. Ik geef credit, ja. Heb je geld? Ik geef credit. Alstublieft. Stel voor, iedereen, podcast. Ik uh, zou praten de hele tijd. Een uurtje lang, deze podcast. Hallo, iedereen. Jij. Jij, Jij komt hier. hier. Jij komt hier praten tegen mij. Ik vind dat zo schattig als Turken zo, zo praten. Ik was... Uh, Shout-out ik... naar onze Turkse luisteraars, trouwens. Was geht's Nee, dat is Duits. <laughs> nee, dat was, iets, <laughs> dat was iets anders. Dat was iets... Dat was, was, was Duits-Turks. Omdat daar ook heel veel Turken zitten. Ik was in, uh, in de carwash van de week. En... Um, de, bij mijn handkar was, uit degene waar ik altijd naartoe ga, en die zei van we hebben nu Kalandkaart Ik zei, ah ja, oké, okay, geef maar. En hij geeft dat kaartje naar mij en dat stond op Kaland Echt oh. strijkgelegen. Maar dat is toch toch... Ja. Eigenlijk, wat maakt het uit? Je weet nee, wat dat Of er ging aan de Kruideniersstraat. Uh, aan de Kruidenierszaak hangt er een papier met Gerune Melun. Gerune Melun. Maar je weet wat het ja. wil zeggen, hè? Dat is... Je, je lacht ermee, dat is grappig, maar je weet wel wat je wilt zeggen. At oh, nee. the end kunnen ze hun behelpen. Je verstaat hun, of met handen en voeten een beetje. Ik vind het altijd grappig, want hier kijken we zo wanneer op mensen die zo geen Nederlands kunnen of proberen aan te spreken in een andere taal, of met handen en voeten, of toch, die proberen. Hè? Dus ja. van ah, dit en dit en dit. Terwijl als wij op vakantie gaan ja, en in wij spreek ik ons allemaal, dus jullie ook, dan zijn we wel allez, als ik van ons spreek, dan zijn we toch altijd aan het proberen, bijvoorbeeld als we naar Mexico zijn geweest, of zo, proberen we altijd Spaans te spreken. Ja. De woordjes of zo. En dan de mix met Engels. En als, als ze geen Engels konden, zo wat met handen en voeten uitleggen van wat je wilt of waar je wil uh, naartoe gaan. Of zo. En ik probeer dat te doen in elke, elke land waar ik naartoe ga. probeer ik de taal, toch zo de standaard, zo de dankjes, de hallo's, de alsjeblieft. De... Terwijl ja, dan doe je je best. En die mensen doen hun best om u te verstaan. Bij mij weten, heb we nog niet meegemaakt dat er iemand zei van... nou, Yo soy español y para mí in no, no, no. <laughs> nee? Ja? Nee. In maar Bali. ja, dan ben je natuurlijk een toerist. Ja, dat is waar. Maar... Dat, ja, dat is waar. Maar dan nog... Je wilt toch mensen helpen als ze... Allee, maar je natuurlijk... Allee, als, als dat een lusje type uitziet die, die misschien een mes in zijn broek heeft, dat is iets anders dan iemand die gewoon de weg wil vragen, maar toevallig geen... Ja, Gelijk bij mij, is zag vaak dat Franse auto's hier stoppen bij mij en zeggen zo, uh, Excuse moi, de put, de put. et hoe? En dan zeg ik: Ah, de put. Ja, nee, ja, hier is een putje aan de straat, maar dan moet je wel voorzichtig zijn, want je, je bumper kan dan wel. Uh... Quoi? Ik zeg: qua. Uh, yeah, ja, de put hier, uh, dans la rue, is pas. Uh, parce que Gent, uh, verve, hein? Grand verve, hein? Oeh, la 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 C'est beaucoup de put. Oh, dat klinkt echt als één gigantische dad-joke, dit. Oh. Wauw. Sorry, maar ik heb, ik, heb dit wel echt, ik heb dit wel echt meegemaakt. Dat was mijn, uh, oh. mijn hele zijn maat van mij. En we hebben die joke hebben gebruikt. En die gasten konden er ook nog al door jou mee, al, mee lachen. Maar ik heb er ook die dan niet mee lachen. Maar... Um, ja, ik ga ook niet uitleggen wat de joke is. Hè. Je moet het maar snappen. Ja, je je ja ik snapt. denk wel dat mensen het snappen. Het is oké. Okay. Als je het niet snapt, uh, info at... Uh, <laughs> <togintalks. <togintalks. <togintalks> of uh, punt.com. Uh, maar het ging over uh, moedertaal, hè? En over uw onzekerheden, ja. soms in het Nederlands. Ja, ik heb me heel lang en heel, uh, heel, 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 uh, heel onzeker gevoeld. Uh... Terwijl, maak ik even benadrukken dat jij zowel het Marokkaans als het Nederlands... Mm bijna perfect beheerst in, praktische, ja, ja. in de praktijk. Ik, vind dat, ik vind dat, Ja. En ja, dat, dat is, mens... Dat ik kan dat niet zeggen, hè. Nee, nee. Ik ben maar, niet tweetalig opgevoed, jij bent tweetalig ja. opgevoed. Normaal zelfs drietalig opgevoed, maar ik ben mijn Frans verleerd omdat mijn moeder Nederlands aan het leren was, ja. waardoor ze meer focuste op haar Nederlands en minder... en voilà. ah, meer Nederlands sprak tegen mij. Maar, en dat is iets om jaloers op te zijn, dat is, op maar, tweetalig opgevoed. En dan kun je... alleen ik heb altijd ge, geleerd op school, want het rare is, denk ik... Dan weer talen heb gestudeerd. Ja. <laughs> We ja. vullen elkaar wel goed aan, eigenlijk. He. Dat is waar, want ik check, Jolien is eigenlijk mijn woordenboek. Dat is waar. Um, een beetje taalperustje ook. Ja. Um, maar zo, ik heb geleerd altijd dat als je tweetalig wordt opgevoed, dat je nooit, dat je geen enkele van die twee talen voor de 100% kunt beheersen. Nee, dat is waar. Dus als je tweetalig wordt opgevoed, dan kun je misschien. 99% beide talen, mm -hmm. in uw geval het Marokkaans en het Nederlands, maar nooit 100% één taal heel goed. Terwijl als je in één taal maar wordt opgevoed, zoals ik alleen het Nederlands ben opgevoed, dan kun je die taal in C perfect 100% oh, is... beheersen in de praktijk. Maar ik ben ja, altijd ge jaloers geweest. Als je de Frans hebt, in die <coughs> hun Nederlands is dan ook iets minder goed, omdat zij zo praten, maar hun Frans is bon, altijd goed, en, uh, maar ook niet 100% als je tweetalig bent opgevoed. Nee, dat is waar. Dat is. Ik zeg altijd, ik heb deze van mijn vader, hè? hier komt hij aan, Ik kan alle talen behalve betalen. <laughs> Another dad joke. Het <laughs> is wel een goeie, Ja, ja. Ik vind dat ook. Maar ik ben daar altijd jaloers op geweest, op mensen die tweetalig zijn opgevoed. Dus. Ja, ik Omarm dat, liefste Hakim, en niet zo onzeker zijn. Nu, Nederlands is perfect en je kunt Nederlands goed. Nederlands is goed Marokkaans ook. Dus... Marokkaans is goed. Ja, ja, ja goed, al goed. 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 Alles goed. Heel, heel goed. Ja, oké. Okay. Dan wijken we dat, hè? Dan is dat goed, hè? Dan wijken we dat. Goed, dan dat goed, dan je het. Uh, ja, je wacht in dat gesprek wat ik iets aan het zeggen en ik ging nog iets daarop zeggen. Uiteraard, mag ik niet meer wat. Uiteraard ben ik het weer vergeten. En zo gaat het. Oh, sorry, mensen. Uh, ja, maar nee, maar ik ben het vergeten. Maar soort, ik, uh, 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 we gaan wel al. Uh, uh, ja. Moeten afronden, helaas. Het is een iets kortere dan normaal. Omdat. Um, om de simpele reden dat ik uh, nu nog een Instagram live moet doen. Met uh, Bert van Stumberger. En Bert van Stumberger is, uh, is een hele toffe jongen. die een live show doet op zijn Instagram altijd. De Roze Ferrari heet dat. Je moet dat zeker checken. Heel cool. Een soort ja, radio show-achtig iets. Ja doet mij zo denken aan die radio-show van Tory Lanez. Is het Denk Tory Doet hij dat? Ik denk, dat? ik denk dat hij dat gedaan heeft. Of doet. Ja, want die is zo van Instagram gegooid, omdat hij zo... Mo. Ja, die had zo heel veel view. Hij zo heel veel verhalen rond. Maar, sinds check dat maar. Uh, dus ja, ik, ik sta op standby. Uh, ze, ze wachten op mij. Dus Oké. Okay. vandaar. Um, ah ja, um, er was ook... Want dat wou ik ook nog zeggen. Er was iemand die gezegd had van... Hé, hey, kan je wat tips geven. Uh, ik verhuis naar Gent. Um, over de uh, places to be en blablabla. Voor als ze terug open gaan. Voor als we terug open gaan, ja. Um, ik zal, laten we zeggen, proberen misschien volgende week of zo daar wel uitgebreid over te gaan. Maar anders, als ik u al één tip mag geven, Café Gomes, always a place to be. Dat is, dat is gewoon zo. Ja. Jullie, wil jij nog iets zeggen? Nee. Nee? Oké, okay, lieve mensen. Als jullie nog vragen hebben, uh, mailen naar, uh, naar mijn DM. Dat is, uh, allez, dat is het beste. Tajin Talks volgen op Instagram. Tajin Talks volgen. Ah, oh, alsjeblieft. Volg. Ik, ik heb al best wel veel volgers. Nee. va. So maar appreciate it. Each and every one of you. En like. Abonneer. Oei. Dat was. Uh, was dat verkeerd? Dat was even verkeerd knopje geduwd. Um, maar dat horen we niet. We knippen dat er wel uit. Dat knippen we er al uit. Voilà, kijk. Nu ga ik knippen, hè. En toen kwam. Hij ja, en uh, voilà. Dat was dus mijn episch verhaal. Van hoe dat ik. Uh, ja. Een, uh, een olifant uh, gegijzeld had en daarmee naar de slager ben geweest, maar dat niet verkocht kreeg en uiteindelijk dan terug aan Parijs bezorgd heb. Ja? Afronden. De ramadan, hè. Dat is... Oh, ik heb meloui gemaakt, superlekker. Hoho. Dat, dat was maar. even <laughs> een extraatje dat ik eruit wou gooien. Ja. Je, je, je hebt wel je kind verbrand. <laughs> oh ja! Oh! <laughs> Als je denkt... En hoe... hoe hoe kun je nu in godsnaam je, je kin dus, verbranden tijdens het koken? Hakim kan ja. zijn kin verbranden ja. tijdens het koken en hij zal nu vertellen is, hoe hij dat gedaan heeft. Dit, dit is ja stom. Maar, uh, maar dan gaan we afronden. Ja. Uh, kijk, allee, dat is ook weer voor de kijkers. Dus ik ga mijn kin even laten zien. Ja. Misschien een rood, misschien ook niet. Jawel, het is heel duidelijk. Ja, het is heel duidelijk. <laughs> okay. Dus. Ik heb gisteren een uh, makka gemaakt. Zo, uh, dat is een, een stoor, soort stoofpotje. Geen tajine, maar een stoofpot. Met ja, aardappeltjes, uh, groentjes, van alles en olijven. En daar bij die olijven is het fout gegaan. Ik heb heel graag olijven. Ik, ik kan olijven eten. I kid you not. Geef me twee minuten en die pot is leeg. Echt waar. Alleszins, ik gooi daar een pot olijven in. En ik laat dat lekker pruttelen. Hoe stevig vuurtje. Het is ook zo'n gietijzerpan, dus het is heel lekker heet. En ik wou dan, uh, het was dan de tijd, daar, ik mocht gaan eten. Dus ik was zo aan het opscheppen en ik was zo aan klaarzetten en zo. En ik neem een olijfje en ik dacht van, ik ga al zo'n olijfje eten en proeven dat die saus goed is. Maar dat zijn olijven met gaatjes in, dus daar zat saus in. Dus ik pak een olijfje en ik wilde naar mijn mond brengen met de opening naar mij toe van dat olijfje. En mee dat ik dat breng naar mijn mond, ja, valt er dus saus uit, direct op mijn kin. En dat was echt zo. En echt... Ah, ah, ah. Ik heb echt gevloekt. Gevloekt, gevloekt, gevloekt. En ik heb dan zo een zak groenteijs uit mijn diepvries genomen. En zo stond ik daar te koken met zo'n ding op mijn kin. te roeren. En maar denken van, oh, ik ben toch niet verbrand? Dat is toch niet verbrand? En Jolien komt thuis. Wat is dat op je kin? Dus uh, shit, ja, ik shit. Een blaar. Ik ben verbrand. Dus een blaar op mijn kin van een olijf. Dus bij deze... Dus bij deze, wees voorzichtig als je kookt met lijven, want de saus, de kat dat erin zit, is... Uh... Heet. En als je het even niet allemaal weet... Don't ask me, ask China that question, oké? Okay? Die, uh, die gaat u kunnen helpen. Maar dank wel, lieve mensen, om te luisteren naar deze... Nonsense alweer. Shout-out naar jullie. Like, abonneer mm. en volg. Mm. Pa -pa -o -pa -o volg. It's a cipher, it's a cipher. Mm. Let's go. Ik ben in de straat, ik ben een kameraad mm. Marokkaan. Ik eet mm. graag banaan mm. met frietjes. <laughs> met mm. mm. oh, frietjes. <laughs> mm.